allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een superleuke video voor jullie, want jullie hebben mij geholpen met de video van vandaag. Ik heb op mijn Instagram verhaal aan jullie gevraagd welke make-up producten ik vandaag moet gebruiken. Dus welke kleuren, wat voor dekking, dure make-up, goedkope make-up. Dus per make-up categorie hebben jullie bepaald wat ik vandaag ga gebruiken. En dat is dus wat ik vandaag ga doen. Lekker makkelijk voor mij, want dan hoef ik er allemaal niet te veel over na te denken. Ik doe gewoon letterlijk wat jullie mij hebben geadviseerd. Als je dus aan dit soort video's wilt meedoen, volg me dan vooral op Instagram, want ik stel altijd al mijn vragen daar op mijn verhaal meestal. Dus ja, ik vond het weer leuk om jullie weer te betrekken in mijn video's. Zo'n soort video heb ik al een tijd geleden gemaakt, echt een jaar geleden of zo. Maar ik dacht, ja, het is weer tijd voor zo'n video. Als je dit soort video's leuk vindt, laat het me dan weten, want dan ga ik dit vaker doen. Dus ja, laten we de intro niet te lang maken weer. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. Lekker veel. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkbrauwen. Die doe ik altijd voordat ik mijn video's begin. Voor mijn wenkbrauwen gebruik ik altijd mijn NYX Brow Pencil in de kleur Black. Of mijn ABH Dip Brow in de kleur Dark Brown. Altijd één van de twee, maar vandaag heb ik mijn NYX Pencil gebruikt. Ik heb ook al mijn dagcreme en alles opgedaan. Dus we zijn helemaal klaar om te beginnen. En ik ga vandaag voor de verandering een keer beginnen met mijn gezichtsmake-up. En dan pas mijn ogen. Dus ik ga beginnen met het primen van mijn gezicht. Ik heb op Instagram aan jullie gevraagd wat voor primer ik moet gebruiken. Een pore filling primer of een hydrating primer. Met 67% van de stemmen heeft hydrating gewonnen. Dus ik ga vandaag een primer gebruiken die lekker mijn gezicht hydrateert. En daar ben ik blij mee, want dat vind ik altijd heel erg fijn. En de primer die ik ga gebruiken is van Maybelline. Dit is de mini versie van de Face Studio Hydrating Primer. Deze heb ik in hun adventkalender gekregen. Dus ja, dit is echt letterlijk een primer die hydrateert. Ik heb hem al 1 keer gebruikt en ik vond hem op zich best wel fijn. En dan smeer ik dit gewoon in over mijn hele gezicht. Als je ingaat met primer, zorg er wel echt voor dat alle producten die je ervoor hebt aangebracht echt goed zijn ingetrokken. Je dagcreme, zonnebrandcreme, serums, wat je ook hebt aangebracht. Zorg er echt voor dat die eerst helemaal goed zijn ingetrokken. Oké, dan foundation. Qua foundation heb ik jullie gevraagd of ik een lichte tot medium dekking foundation moet gebruiken. Of een volledig dekkende foundation. Dit was echt kili-kili. Er was zelfs een punt dat het gewoon letterlijk 50-50 was. Ik was zo aan het hopen dat toch de meerderheid zou gaan voor een volledige dekking. Want daar hou ik persoonlijk altijd van. Maar met een kleine voorsprong, 51%, hebben jullie toch gekozen voor een lichte tot medium dekking. Ik denk dat jullie iets hadden van, weet je, Sarah, je gebruikt altijd volledig dekkende foundations. Gebruik maar gewoon een keer een lichte tot medium dekking. Daar ben ik wel iets minder blij mee. Ik hou altijd van mijn volledig dekkende foundations. Maar ik heb ook een hele goede met een lichte tot medium dekking. En dat is deze Screen Queen foundation van Milani. Heeft letterlijk een lichte tot medium dekking. Ik heb hem in de kleur 340 Warm Buff. Is echt een super fijne foundation. Ideaal voor everyday en ook niet heel erg duur. Oké, dan concealer. Voor concealer heb ik jullie gevraagd of ik een dure concealer moet gebruiken of een betaalbare concealer. Ondanks het feit dat ik best wel vaak betaalbare concealers gebruik, hebben jullie alsnog gekozen voor betaalbaar met 59%. Dus ik ga een betaalbare concealer gebruiken. Eentje die goedkoop is en heel erg fijn is de Catrice True Skin Concealer. Deze heeft een volledige dekking en is lekker betaalbaar. En hij geeft ook super veel hydratatie. Dus vooral voor mensen met een beetje een droge huid is deze concealer echt ideaal. Ik gebruik de kleur 032 Neutral Biscuit. En hij blijft ook super lang zitten. Dus deze concealer, jongens, ik raad hem echt zeker aan. Deze kleur is ook echt perfect voor mij. Dus als je een beetje mijn huidskleur hebt, haal dan zeker de kleur Neutral Biscuit. En dan om al deze cream producten te zetten moet ik natuurlijk ook ingaan met de poeder. Qua poeder heb ik jullie ook weer gevraagd, moet ik een dure of een betaalbare poeder gebruiken? En 67%, dus echt de meerderheid, heeft gekozen voor betaalbaar. Jullie kiezen echt bijna altijd voor betaalbaar, dus dit was allemaal echt geen verrassing voor mij. Ik had dit echt al wel gewoon verwacht. Een van mijn beste betaalbare poeders is mijn Elf Halo Glow poeder. Is een poeder met een hele lichte glow erdoorheen, maar de glow is heel subtiel en het is gewoon heel natuurlijk.
natuurlijk. Het is niet zo'n glitterige glow wat ik ook heel vaak terugzie in poeders. Deze is dus heel betaalbaar te koop bij Douglas en echt amazing. Ook gewoon voor mensen met een vettige huid, want de glow is echt absoluut niet too much. Dus we gaan even hiermee baken. Ik krijg ook nog steeds heel vaak de vraag wat ik nou precies gebruik om mee te baken. Ik weet niet hoe dit precies heet, maar dit is van Tati Beauty. En deze is echt super fijn, maar je hebt ook zoiets gewoon bij Pussy Shop. En dan hoef je niet helemaal de hoge prijs van deze te betalen. Want deze is 15 euro ongeveer. En je moet ook nog 10 euro aan verzending betalen, want het komt vanuit Amerika. Maar Tati is een beauty vlogger en ik ben gewoon echt een fan van haar. Dus ik had het er gewoon voor over om deze echt te bestellen. En dan ga ik overal waar ik de concealer heb aangebracht, lekker veel aanbrengen, lekker baken. Ik kan echt niet zonder baken. Ik zie zo vaak mensen die echt helemaal anti-baken zijn. Ze vinden het helemaal niks. Ze vinden dat hun huid te droog wordt en ze vinden gewoon het effect niet mooi. Nou, ik heb het dus echt precies andersom. Wanneer ik niet bake en gewoon een klein beetje poeder aanbreng, zoals de meeste mensen, dan vind ik het dus helemaal niet mooi. Dan is het helemaal niet smooth genoeg. Altijd wanneer ik bake, dan wordt alles helemaal zo mooi egaal en smooth en echt gewoon alsof ik een filter heb op mijn gezicht. En dat is gewoon niet wanneer ik niet bake. Dus ik ben echt een fan van baken, ondanks dat ik wel een normale tot droge huid heb. Maar omdat ik dus een normale tot droge huid heb, haal ik wel de baker er altijd weer gewoon gelijk vanaf. Ik laat het niet intrekken, want dan wordt mijn huid wel echt droog. Nou, mijn gezicht is nou super plat en echt super wit. Dus het is tijd om een beetje shape terug te brengen in mijn gezicht. Dus ik ga mijn gezicht contouren. Ik heb jullie gevraagd of ik moet cream contouren of gewoon een poeder moet gebruiken. Jullie hebben met 56% gestemd op poedercontour en daar ben ik blij mee, want daar hoopte ik ook stiekem een klein beetje op. Dus om te gaan contouren gebruik ik mijn Kat Von D Shade & Light paletje in de kleur Deep. En dan ga ik de bruine kleur gebruiken om mijn neus te contouren en een beetje bij mijn wangen. Dit paletje is hier niet te koop, by the way. Ik heb die gekocht in Sephora in Spanje. Dus je hebt die echt alleen maar bij Sephora, helaas. De kwast die ik gebruik voor contouren is van Essence, lekker goedkoop. Dit is de Blush Brush, die is eigenlijk voor blush. Maar ik vind hem fijner om mee te contouren, want hij is zo best wel zo platachtig, zeg maar. Oké, en dan ga ik even mijn Maxamor Fixing Spray op mijn gezicht sprayen om alles mooi in elkaar te laten blenden en het wat minder poederig te maken. Deze spray is echt zo amazing, niet te doen. Zo goedkoop en zo fijn. Hij haalt echt dat hele poederige make-up effect weg. En dat is echt geweldig. Oké, dan ga ik voor nu heel even stoppen met mijn gezicht en beginnen aan de ogen. Ik heb er echt weer zin om te beginnen aan de ogen. Qua oogschaduw heb ik jullie twee vragen gesteld. Ik heb een vraag gesteld qua kleuren en qua prijs. Ik ben begonnen met kleuren. Ik heb gevraagd of jullie een neutrale ooglook willen zien of een hele kleurrijke. 66% heeft gestemd op neutraal. Ook dit was echt geen verrassing voor mij. Ik weet dat jullie heel vaak gewoon de wat meer makkelijkere neutrale looks willen zien. En ik maak juist heel vaak de heftige kleurrijke looks. Dus ik had al wel verwacht dat jullie zouden gaan voor neutraal. Ook heb ik gevraagd qua prijs. Willen jullie dat ik een betaalbaar paletje gebruik of een duur paletje? En ook weer dit. Schokte mij niet. Jullie zijn gegaan voor betaalbaar. 61% is gegaan voor een betaalbaar oogschaduw paletje. Dus het wordt vandaag betaalbaar en een neutraal paletje. En ik dacht, ja, als je betaalbaar wilt zien, dan ga ik jullie ook heel betaalbaar geven. Ik heb hier het Bloom paletje van de Action. Deze is echt super, super goedkoop. Ik heb hier ook een hele video over gemaakt. Staat op mijn kanaal. En in die video heb ik twee ooglooks gemaakt met dit paletje. Dus dit wordt de derde ooglook met dit paletje. En het is echt een super fijn paletje. Het heeft heel veel neutrale kleurtjes zoals je kunt zien. Het is niet heel heftig of heel kleurrijk. Dit is ook een totale dupe van de Urban Decay Born to Run palette. Echt, de kleuren komen echt helemaal overheen. Echt super, super top paletje. En heel erg goedkoop. Dus volgens mij is hij nog gewoon te koop bij de Action. Dus als je hem niet hebt, ik zou hem zeker halen als dit kleuren zijn die jou aanspreken. Dus dit is het paletje die ik vandaag ga gebruiken. Dus dan zie je weer een look met dit paletje. Laten we gaan inzoomen op de ogen. Ik heb al gepruimd met concealer, soort van. Dus die stap kunnen we overslaan. Ik ga dus vandaag een hele neutrale, beetje makkelijke everyday ooglook maken. Ik ga beginnen met een beetje wat lichtere bruine, matte, neutrale kleur hier. Die heet Clay. En ik gebruik deze grote fluffy kwast van Zoeva nummer 228. En dan ga ik die kleur helemaal zo aanbrengen in mijn arcaarboog. En ik maak best wel ronde bewegingen. Ik ga niet helemaal zo ver naar buiten, want ik wil het gewoon vandaag heel neutraal en draagbaar houden. Want dat is waar jullie voor hebben gekozen. Het is ook echt veel makkelijker voor mij om dit soort looks te maken. Gewoon lekker makkelijk, neutraal. Ik ben ook veel sneller klaar. Ik weet ook niet waarom ik altijd al die moeite doe voor al die heftige looks. Het kost me allemaal veel meer energie en tijd dan als ik dat niet zou doen. Maar ik vind dat gewoon heel leuk om te doen. En ik weet ook dat jullie dat ook gewoon leuk vinden om te zien.
En ik vind dat dat mij ook een beetje anders maakt van de meeste Nederlandse beauty vloggers die echt alleen maar van dit soort neutrale looks maken. Ik vind het gewoon altijd heel leuk om met make-up te spelen en lekker kleurrijke, heftige looks te maken. Dan ga ik in met de donkerbruine matte kleur ernaast. Die heet Sludge. En nu pak ik een iets kleinere fluffy kwast. Ook weer Zoeva 224. En die kleur ga ik vooral in de buitenste hoek aanbrengen. Dit wordt echt de meest makkelijke look ever, jongens. Ik weet ook dat heel veel mensen dit paletje ook al hebben gehaald nadat ik die ene YouTube video erover heb gemaakt. Dus een heleboel mensen kunnen deze look lekker makkelijk gaan namaken. Kijk, ik ben nou een beetje aan het twijfelen of ik een halve cut crease wil gaan maken of niet. Als ik een cut crease ga maken, dan maak ik de look wel iets moeilijker. Dus weet je wat, ik denk dat ik dat gewoon niet ga doen. We gaan geen cut crease maken om het gewoon echt makkelijk te houden. Ik ga nu deze glanzende kleur hier aanbrengen. Die heet Copper. En ik maak mijn kwast ook weer nat met fixing spray, want dan krijg je meer pigmentatie. Ik gebruik hiervoor een platte oogschaduwkwast. Deze is van de Kruidvat nummer Pro nummer 5. Oh, deze kleur is echt prachtig. Ik ben nog steeds gewoon in shock van hoe goed dit paletje is voor die extreem lage prijs. Echt amazing. En dan ook weer een beetje blenden bij de randen om het echt goed smoky te maken en geen harde lijn te krijgen. En dan pak ik weer die donkere bruine kleur en dan ga ik die weer een beetje aanbrengen hier in de hoek. En een beetje blenden met die glanzende kleur. Dan pak ik dit bruine oogpotseloosje van Catrice en die ga ik aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan pak ik weer de twee bruine neutrale kleuren hier die ik net ook heb gebruikt. En die ga ik allebei aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan pak ik de lichte glanzende kleur hier, die heet Angel. En die kleur ga ik dan aanbrengen zo in de binnenste ooghoek. Nou, dit is dan de ooglook. Lekker neutrale kleurtjes. Heel mooi. I love it. Het paletje is ook echt super fijn. Er is ook helemaal geen fallout op mijn gezicht. Echt amazing. Dan heb ik jullie ook gevraagd of ik eyeliner moet aanbrengen. Ja of nee? Jullie hebben gekozen voor wel aanbrengen. 66% heeft daarvoor gekozen. Dus dat is echt de meerderheid. Dus ik ga een hele mooie winged eyeliner aanbrengen. Ik gebruik hiervoor deze Essence Liquid Ink Eyeliner. Deze is ook waterproof. Niet dat er mij iets boeit, maar oké. Hij viel uit mijn hand. Ook qua mascara heb ik jullie gevraagd of ik een dure mascara moet gebruiken of een betaalbare. En ook weer hier hebben jullie gekozen voor betaalbaar. Ook weer precies 66% heeft gekozen voor betaalbaar. En een van mijn fave goedkope mascara's is de Essence Princess Lash Mascara. En ik koop altijd deze groene. Oké, dan neppe wimpers. Omdat dit best wel de neutrale, draagbare look is, wilde ik ook mijn everyday wimpers gebruiken. Normaal hier op beeld gebruik ik altijd hele lange en heftige wimpers. Want dat vind ik vaak mooier. Maar ja, omdat het toch allemaal gewoon everyday is vandaag, ga ik ook mijn everyday wimpers aanbrengen. En dat zijn deze van de Primark in de stijl 709. Deze zijn denk ik voor een heleboel mensen alsnog te lang en te heftig. Maar dit zijn letterlijk mijn everyday wimpers. Gisteren toen ik iets ging doen, heb ik deze nog opgehaald. Dus ik vind ze heel erg fijn. En voor mij is dit naturel. Daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal af. Oh mijn god, ik vind dat ik er allemaal zo natuurlijk uitzie. Alles is zo naturel. Oh my god. Ondanks dat ik toch wel wat make-up op heb, maar alle kleuren zijn allemaal zo naturel. En een foundation met een lichte tot medium dekking. Dit is zo niet mij, maar I'm here for it. Ik vind het wel echt heel erg mooi. Nou is het tijd om mijn gezicht te gaan bronzen. En daar is het ook echt tijd voor, want ik wil echt een beetje kleur terugbrengen in mijn gezicht. Ik heb jullie gevraagd of jullie een matte of een glowy bronzer willen zien. En godzijdank zijn jullie gegaan voor mat. 64% is gegaan voor een matte bronzer. En een heleboel van jullie weten ook, ik hou niet van glanzende bronzers. Dus godzijdank mag ik gaan voor mat. En ik ga mijn e.l.f. Cosmetics bronzer gebruiken. Dit is een hele mooie warme bronzer en hij is mat. Heeft het echt een kleur? Volgens mij heeft het geen kleur. Maar ik zet sowieso alles wat ik vandaag gebruik beneden in de beschrijving. Dus ook de naam van deze bronzer. Ik moet wel zeggen, dit is echt een hele warme bronzer. Dus als jij geen warme ondertoon hebt in je huid, dan is hij echt te oranje voor jou. Oké, nu we helemaal mooi zijn gebronsd, kunnen we verder gaan met blush. Ik heb jullie gevraagd of ik een matte blush moet gebruiken of een baked blush. Baked blushes zijn dus glanzende blushes. Ik vind ze allebei mooi. Qua blush heb ik niet echt een voorkeur. Ik hou ook gewoon van een glanzende blush. Maar even kijken, met 55% van de stemmen heeft een matte blush gewonnen. Dus ik ga een matte blush aanbrengen. Ik ga voor mijn MAC Cosmetics blush. Dit is in de kleur Peaches. Dit is een sheer blush, dus geeft niet heel veel pigment af. Het
het is gewoon heel mooi voor everyday. Daarom lijkt het mij echt een geschikte blush voor deze make-up look. Dit is echt zo'n mooie kleur. Het is echt de perfecte peach kleur. Heel erg mooi. Er is echt geen enkele meer betaalbare blush die echt precies deze kleur heeft. Dus ik raad jullie deze blush echt aan. Ik vind hem echt heel erg mooi. En een beetje op mijn neus. De volgende stap is een van mijn favoriete stappen en dat is highlighter. Ik heb jullie gevraagd of ik gewoon een losse highlighter moet gebruiken of een highlighting paletje. En jullie hebben gekozen voor een losse highlighter. 55% heeft daarvoor gekozen, dus iets meer dan de helft van de mensen. Ik ga voor mijn Maybelline Chrome Highlighter in de kleur 100 Molten Gold. Echt een super mooie highlighter. Ik weet dat ik een hele tijd geleden deze ook had geprobeerd en toen vond ik hem helemaal niks. Maar nu ben ik echt obsessed. Nu vind ik hem echt helemaal mooi. Dus ik weet niet wat er is veranderd. Maar nu ineens vind ik hem wel mooi. Kijk hoe heftig die is. Super mooi. En de kleur is ook echt zo prachtig goud. Nou jongens, we zijn bijna klaar. We komen nu aan bij de ene laatste stap en dat is lippen. Voor lippen heb ik jullie ook twee vragen gesteld. Eerste vraag was, moet ik een nude kleurtje gebruiken of een fel kleurrijk kleurtje? Jullie zijn weer gegaan voor een nude kleurtje. 71% heeft daarvoor gestemd en dat is echt de meerderheid. Vind ik wel jammer, want ik heb al zo'n nude oogschaduw lookje. Dus het was wel leuk geweest als ik een felle lipkleur kon gebruiken, maar... Jullie hebben gestemd voor nude. Toen heb ik jullie ook gevraagd, moet ik een betaalbare lipstick gebruiken of een dure lipstick? Nou, drie keer raden wat jullie weer hebben gekozen. Betaalbaar. 67% heeft gekozen voor betaalbaar. Dus ik moet een betaalbare nude lipstickje gebruiken. En die heb ik. Ik ga wel een beetje voor een meer donkerachtige nude kleur. En ik heb een geweldige set van Morphe. Ik heb hier de Morphe Sweet Tea Lip Set. Jullie weten, ik hou van mijn Sweet Tea Lip potloodje. Maar nu hebben ze ook een set met een Sweet Tea Lipstick en een Sweet Tea Lip Gloss. En dit zijn allemaal van die nude bruinige kleurtjes. Heel erg mooi. De lipstick is ook echt prachtig. Heel mooi bruinig nude. Deze set is gewoon te koop bij Douglas en is super betaalbaar. Vooral omdat je en een lipstick en een gloss en een lippotloodje krijgt. En alleen al voor dit lippotloodje... Mensen, ik raad deze set echt aan. Prachtig. Mensen, ik ben echt obsessed met deze make-up look. Echt, I love it. Ook over het algemeen vrij betaalbaar. Kijk even wat voor look je kunt maken met bijna alleen maar betaalbare make-up. Echt, I'm totally here for it. Dit bewijst echt weer dat je echt niet alleen maar dure make-up hoeft te gebruiken. De laatste stap is fixing spray. Ik heb jullie gevraagd of ik een matte fixing spray moet gebruiken of een glowy fixing spray. 54% heeft gekozen voor glowy. Dus ik ga vandaag mijn W7 Ready Set Glow fixing spray gebruiken in de kleur Rose Gold. Deze geeft echt een glans aan je gezicht. Er zitten ook hele lichte glitters doorheen, maar ik vind dat mooi. Ik weet dat niet iedereen dat mooi vindt. En let ook op, als je een glowy fixing spray gebruikt, altijd goed schudden. Nou jongens, dan is de hele make-up look af. I love it! Nou jongens, dit is dan de make-up look waar jullie basically voor hebben gekozen. Ik vond het echt super leuk om te doen. Dit scheelt me echt zoveel nadenken. Ik vind de ooglook ook heel mooi. Mijn gezichtsmake-up vind ik mooi. De lippen. Ik vind gewoon heel de vibe van al dit vind ik heel erg mooi. Dit is echt een look die ik zal maken als ik iets ga doen. Dit is echt een look die ik mij echt vind staan. Bruine kleuren vind ik mij altijd het beste staan. Dus ik vind het echt... prachtig. Ik ben heel blij met jullie keuzes. Als je dit soort video's dus leuk vindt, laat het me beneden weten. Als je nog een heel leuk ander video idee hebt, laat het me dan ook beneden weten. Want aangezien ik 4 video's post in de week, ben ik altijd op zoek naar leuke video ideeën. Dus ik ben altijd heel erg benieuwd naar wat jullie graag willen zien. En dan maak ik dat voor jullie. Nou, vond je deze video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om makkelijk en helemaal gratis te kunnen abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!